Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over ons land. En dat betekent dat de zon het de eerste uren van de dag duidelijk heel moeilijk kan hebben. Misschien hier en daar even een opklaring, maar in het algemeen dus die bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Als er vandaag een druppeltje regen valt, dan zal dat in het noorden van het land zijn waarschijnlijk. Vanmiddag in het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Temperaturen 18, hooguit 19 graden. Met een wind matig uit het noorden tot noordwesten. Vanavond verandert er wat dat betreft weinig. Misschien dat het een fractie meer opklaart. Het koelde af naar een graad of 14. Dan gaan we naar morgen en ook dan zien we nog vrij weinig verandering in het weerbeeld. De zon heeft het vaak moeilijk. Hier en daar breekt hij eventjes door. En de temperaturen liggen zo rond de graad of 17. Een meest matige wind uit de noordelijke richting. Die wind gaat donderdag draaien naar het noordoosten. Dan komt er duidelijk veel meer ruimte voor de zon. En gaat de temperatuur ook omhoog. Donderdag een graad of 20 gemiddeld. Net als de dagen die volgen. Met steeds vrij veel ruimte voor de zon. Heel misschien zaterdag een enkel buitje. Maar op de meeste plaatsen zal het. Droog blijven. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl